We hebben bewust de keuze gemaakt om ook digitale geletterdheid echt terug te laten komen in het vaardigheidsonderwijs. Omdat we vinden dat het niet iets losstaands is. En bovendien, ja, digitale geletterdheid, we kunnen niet meer zonder uiteraard. Hè. Die moet daar een plek in krijgen. Maar met name om hem een plek te geven vast in het curriculum ook.